Munsterhuis hier aanwezig. Jullie zijn hier met een speciaal doel. Niet alleen om handjes te laten zien, maar jullie hebben ook iets te vieren. Wij bestaan. Ja, ik heb graag een gegeven. Ik vind het wel de vraag die hier staat. Ik heb een U heeft dus Italiaans bloed eigenlijk in. Ja, we hebben Italiaans bloed, zeker weten. Porta met kenteken 90DBFJ. Graag. Kom je op de koffie. Maar
denken we dat tempo hier moet erin hebben. Ja, dat vind ik wel lezen. Dat is helemaal niks. Hè. De allerlaatste oproep voor de bereider van de Toyota 90 DBFJ. Als hij niet weggaat, dan halen wij hem weg. Hey!
door 30 mm van de 50cc. Daar hoor je zelf bij. Ja, ik hoor erbij als sleutelaar. Ik rij zelf VT 250 Senior als hobby. Deze is van mijn vriendin. En die rijdt voor Duitsland. Ja, we willen graag internationaal. Maar ik hoorde net al van de auto Kosman. We zijn nog dingen op zoek naar sponsors. Nou, wij ook. Dus kom maar. De sponsors lopen misschien hier wel rond, die de mensen internationaal willen begeleiden. Het is allemaal een viertakt. Hij heeft zelf Tony. Tony is Vortex. Vortex heeft dus nu Tech F1. We zullen nauwlettend in de gaten houden. Veel succes met hem. Auto doet, dat kunnen we ook in de snelheid kunnen we opvoeren. Het is natuurlijk een elektromotor die op allerlei snelheden afgesteld kan worden. Dus wat dat betreft, je hoort het niet. Ik denk dat in het recreatiegebied dit een nieuwe ontwikkeling is. Ook al zal er wat 5-6 jaar nog gaan duren. Maar voor de huurkarts zou het al een optie kunnen zijn om deze zeg maar op de kartbaan te laten rijden. Ja, zeg maar in de stoel een sensor kunnen plaatsen die het gewicht weet van degene die erin zit. En op dat moment wordt automatisch, zeg maar door elektronica, zeg maar de kracht en de power van de elektromotor geregeld, zodat je inderdaad iemand met die 110 kilo weegt en iemand die 50 kilo weegt kunt compenseren. Dan zijn ze bij kart, of tenminste een van de karts die hier in de tenten staat waar ik bij sta, daar staat een motor gedisplayed en dat is een IDM. Kart Challenge. Kart Challenge, daar kom ik straks vanmiddag nog wel even op terug. En dat is in de tent hier voor mij. En daar kun je informatie halen via het. Als je mij tegenkomt, speaker, nou, flitsen zal wel niet leuk zijn, met een kleine
De batterij die ligt in het hokje. Ja, die ligt in de warm, mooi. Maar ja, bij de wedstrijdleiding, zeg maar. Ja. Hallo, ik ben Thomas Zalgering. Voormalig ontwerper en zo. Dat komt hier helemaal weer terug. En ik ga het weer op vind dat wilde vandaag. Geweldig voor de elkaar. Super. Ik ben blij dat je hier. Is dat weg? Ja. Ik heb de voorraad in de rem. Voor de rem, weet je. Voor de achter de pedaal. Ja, dat